Tot nu toe kon Nederland zich tot Venezuela verhouden zoals de rest van de EU dat doet. Met waarschuwende woorden, met diplomatie. Maar vanavond verandert dat. Nederland raakt nauwer betrokken bij het conflict in Venezuela. Want Curaçao ligt op zo'n 80 kilometer afstand. En dat eiland gaat op verzoek van oppositieleider Guaido en de Verenigde Staten gebruikt worden als bruggenhoofd voor humanitaire hulp. Dat zei minister Blok van Buitenlandse Zaken vanavond. Dat betekent dat er voorraden voedsel en medicijnen vanuit de Verenigde Staten naar Curaçao zullen komen. Die wordt daar klaargezet voor het moment dat ze ook kunnen worden toegelaten tot Venezuela. En wanneer is dat moment aangebroken? Ik hoop zo snel mogelijk. President Maduro gebruikt nu het onthouden van hulp als heel onverkwikkelijk instrument om druk uit te oefenen op de eigen bevolking. Wij vinden het echt cruciaal dat hij toegang krijgt tot de voedsel en medicijnen die daar hard nodig zijn. Maar moet Maduro dan weg zijn? Of hoopt u dat hij toestemming geeft terwijl hij er nog zit? Ik hoop dat die toestemming er zo snel mogelijk komt. Dus dat Maduro die toestemming gaat geven. En daarnaast willen we dat zo snel mogelijk verkiezingen worden georganiseerd. Vandaar dat we ook Guaido als interim-president erkend hebben. Maar nou werkt u samen met de Verenigde Staten, die dit ook gaan gebruiken. Maar de Verenigde Staten hebben niet uitgesloten dat ze militaire interventie in Venezuela doen. Bent u niet bang dat Nederland in dat wespennest betrokken wordt? Nee. Het gaat nadrukkelijk om humanitaire hulp. Zonder militaire aanwezigheid van Nederland? Ja. Die gaan dat ook niet bewaken, die opslagplaatsen of zo? Het gaat niet om militaire inzet. Het gaat echt om voedsel, medicijnen. Dat hard nodig is in Venezuela. En dan vinden we het ook logisch dat we de nabijheid van Curaçao gebruiken om die hulp daar ook vlakbij die hongerende bevolking klaar te zetten. De humanitaire nood in Venezuela is groot. Het land heeft te kampen met grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Het is terrible. Het is pasando. Los niños están muriendo. Los ancianos están muriendo. De hulp aan de bevolking is al wekenlang een strijdpunt tussen president Maduro en de oppositie. Maduro probeert met blokkades bij de Colombiaanse grens de hulp tegen te houden. Het grootste deel van het leger is loyaal aan de president. Maar heel veel mensen steunen de oppositie. Necesitamos que entre la ayuda humanitaria. Esa es la solución. No hay más solución, no hay diálogo, porque un diálogo es oxígeno al gobierno. Así que por favor, ayuda humanitaria ya. Die humanitaire hulp is vlakbij. Vlak over de brug ligt voor 20 miljoen dollar aan rijst, melk, bonen en andere voedingsmiddelen te wachten. De overkant, Venezuela, daar loop je ongeveer in 5 minuten naartoe. Het is dus heel dichtbij. En deze brug, de Las Tienditas-brug, is officieel nog niet geopend. En het is de enige grensovergang waar je met de auto en met vrachtwagens naar binnen kan rijden. De andere twee grensovergangen hier in de buurt, dat zijn loopbruggen, om maar even zo te zeggen. President Maduro heeft al aangekondigd dat hij, hoe dan ook, wil verbieden dat deze hulp de overkant bereikt. En de grensbewaking aan de overkant van deze brug, daar ben ik gisteren gaan kijken. En die bewaking is ook opgevoerd. Er lopen allerlei militairen. Die weg is ook geblokkeerd. Dus het wordt absoluut niet makkelijk om deze producten zomaar de grens over te laten gaan. En vandaag maakt minister Blok dus bekend dat Nederland met Amerika heeft afgesproken dat Curaçao beschikbaar is als distributiepunt voor humanitaire hulp. Ja, Curaçao is een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. Dat betekent dat het op veel punten eigen beleid kan voeren, maar niet op alle punten. Buitenlands beleid en defensie die vallen nog altijd onder Nederland. Nou, dat neemt niet weg dat dit besluit natuurlijk gevolgen heeft voor Curaçao. Sterker nog, er is veel onrust over. Daarom sprak ik vlak voor deze uitzending met de premier, Eugène Ruggenaat. En ik vroeg hem allereerst hoe die steun er precies uit gaat zien. We zijn aan het kijken bijvoorbeeld op opslagfaciliteiten. We vernemen dat er waarschijnlijk ook hulp verleent, dat er goederen komen, dus voedsel, medicijnen en ander materieel voor de bevolking via de luchthaven, civiele luchthaven. Net zoals wij hebben gedaan na de orkaan Irma voor Sint Maarten. Dus dat is een vergelijkbare situatie als we het hebben over hulp in grote aantallen, dat zeggen materieel, goederen, via schepen. Dat moeten we dan verlenen via onze haven. Maar nogmaals, we moeten nog een verzoek ontvangen, zodat wij precies kunnen aangeven wat wij wel en niet kunnen doen.
Ja, maar duidelijk is dat Maduro er niet op zit te wachten. Wat betekent dat voor u? Nou, dat vinden we jammer. En inderdaad gaat dit niet voornamelijk voor een politieke keuze. Het gaat erom dat wij al een tijd hebben aangegeven dat we zien dat de bevolking, en wij ondervinden het ook via contacten die wij hebben, mensen die hier familie hebben in Venezuela, dat er al een nood ontstaat, is ontstaan voor voedsel, medicijnen enzovoorts. We hebben het al een tijdje over besmettelijke ziektes waar wij in tientallen jaren niet hebben gehoord. En vandaar dat wij dus een hand willen toereiken, als het kan, als buurman aan Venezuela. Wat me nou opvalt is dat u 5 dagen geleden nog zei dat een besluit als dit de boel op scherp zou kunnen zetten. Dat het mogelijk zou kunnen leiden tot sancties vanuit Venezuela richting Curaçao. Bent u daar nu niet meer bang voor dan? Nou, we zijn wel bewust dat er consequenties kunnen zijn voor Curaçao. En dat zeggen zullen wij ook aangeven in onze voorwaarden en condities voor hulpverlening. Om zorg te dragen dat de Curaçaose bevolking geen consequenties moet ondervinden van mogelijke beslissingen of represailles van de huidige regime in Venezuela. En over wat voor risico's heeft u dan precies? Wat er kan ontstaan, bijvoorbeeld grenssluiting, wat we al hebben meegemaakt vorig jaar. Bescherming van onze bevolking, vitale objecten. De raffinaderij, dat ook heel belangrijk is voor onze economie, vooral op dit moment, als we het hebben over duizenden banen. Als daar Venezuela een of andere beslissing die negatieve consequenties kunnen hebben, dan verwachten wij ook waar het kan ondersteuning van onze laat zeggen bondsgenoten, als ik het zo even kan noemen, en internationale relaties, om die risico's te helpen mitigeren van onze bevolking. Want het is namens onze bevolking dat wij ook die hulp willen verlenen aan, laat zeggen, onze medemens, de bevolking van Venezuela. Maar om het nog even heel duidelijk te krijgen, maakt u zich dan zorgen dat die hulp als het ware humanitair begint en militair eindigt? Absoluut. En dat is ook een van de condities, dat het met name gaat om hulp. En dat het zeker moet zijn dat, laat zeggen, qua equipment enzovoorts, de operations civiele operaties zijn en niet militair. We willen op geen manier de indruk wekken dat wij deel zijn van, militaire operaties richting Venezuela. Ja, dus u sluit militaire operaties echt absoluut uit? Dat staat voorop, want ik moet zeggen dat onze bevolking elke keer dat er geruchten zijn van dergelijke operaties, dat men heel onrustig wordt van wat dat kan betekenen. En laat zeggen over mogelijke represailles, militair of niet, van Venezuela. En daar moet ik ook, waakzaam voor zijn. Eugène Ruggenaat, premier van Curaçao, dank u wel.